Yo, yo, lieve schatten. Vandaag eten we pasta en geen patatten. Welkom bij Iedereen K3. Woehoe! Ja, vandaag komt er dus een supercoole rapper op bezoek. En Hanne is al een beetje in de mood. Ja, en het is een Nederlandse gast. Woehoe! Maar laten we eerst even vertellen wat al dit lekkers hier op tafel staat te doen. Want ik begin een beetje honger te krijgen. Ja, nee, dat is echt een heel goed idee. Want, zoals jullie weten, zijn Klaasje, Mart en ik heel vaak onderweg. En dan moeten wij van tevoren onze lunchbox maken. En dan moeten we dat natuurlijk vullen met allerlei lekkere dingen. Ja, ik ben bijvoorbeeld vanmorgen al speciaal naar de winkel gegaan om lekkere en gezonde kersjes te gaan halen. En die kunnen we in onze broodjes in het kleine vakje steken. Het beste is wel natuurlijk dat je alle fruit en groenten dat je koopt in de winkel eerst was. Dus dat heb ik nu ook gedaan. Dus dat mag je zeker niet vergeten. Maar ik heb ook iets heel erg lekkers gemaakt. Namelijk deze heerlijke Energy Balls. Ik heb daar dadels in gedaan. En dit gedroogde fruit erin. En dan een beetje havermout. En als je dat allemaal in de keukenmachine steekt, dan plakt het allemaal goed aan elkaar. En dan kan je er mooie balletjes van rollen. Hier, pak er maar één af. En dat stoppen we dan in het doosje om te delen. En dit zijn dus Energy Balls. Het is heel gezond en er zit havermout in. Dus je krijgt er echt energie van. En Hanne, wat ga jij eigenlijk maken? Ik dacht, ik maak een pastaslaatje. Want we eten vaak boterhammen, maar eigenlijk kan pasta ook. En we hebben nog toevallig pasta van gisteren in de ijskast staan. En die gaan we gebruiken. Vinden jullie dat goed? Ja. Oké. Dus, ik ga beginnen met de pasta in een mengkommetje te doen. Dus jullie hebben allemaal een wit kommetje. En daar schep ik een paar lepels pasta in. En dat mogen jullie ook doen. Maar Hanne, moeten we dan 's morgens pasta koken? Nee. Meestal als je pasta maakt, dan heb je een beetje over, hè? En in plaats van dat in de vuilbak te gooien, kan je dat in de ijskast zetten en de volgende dag gebruiken voor je slaatje. Ah. Slim. Handig, hè? Ja. Oké, dus iedereen heeft pasta in zijn kommetje gedaan? Ja. Oké, het volgende wat ik ga gebruiken is broccoli. Dat heb ik ook nog over, een restje van gisteren. En dus ik neem een paar stukjes en die snijd ik dan een beetje fijn. Zo. En die mag bij onze pasta. Ik ga hem doorgeven, zo. Ja, dat is een grote. Oeh. Maar je kan eender welke groente gebruiken die je graag eet. Hè. Als er worteltjes over zijn of iets anders dat je lekker vindt. Het kan allemaal. Eigenlijk kan je alles erbij doen wat je graag eet. Dus ik heb hier ook nog mais, erwtjes en wat kippenwit. En dat gooi ik gewoon allemaal in dat kommetje en dan gaan we dat mengen. Eet jij graag mais? Ja. Ah, voilà. Dan ga ik jou de mais ook geven. En erwtjes. En dan ga ik dat al eens omroeren. Oké, we hebben nu genoeg groentjes, denk ik, om het gezond te maken. En ik heb ook nog wat kippenwit hier, want dat vind ik heel lekker. Dus dat ga ik er ook bij doen, voor een beetje vlees erbij te hebben. Maar je kan ook vegetarische dingetjes erbij doen, of spekjes. Ik zeg het eigenlijk, alles wat dat in je ijskast ligt, kan je gebruiken. Oké, om ons gerechtje af te werken, gaan we nu nog stukjes kaas nemen. Hier liggen reepjes, je mag er zo eentje pakken. En ik maak daar hele fijne blokjes van. En die leg ik mee in het kommetje. En dan eindigen we nog met een scheutje olijfolie om het een beetje meer smaak te geven. En om het zo'n beetje smeuker te maken. En dan heel goed roeren natuurlijk dat alles bij elkaar past. Hè? Het enige wat we nu nog moeten doen is onze pasta in onze brooddoos doen. Oké, dan hebben we alles. We hebben onze pastasalade, onze kersjes en onze energy balls om te delen met onze vrienden en vriendinnen. Mag ik dan nu alsjeblieft een beetje proeven? Want... Ja, klaar. Oh, nu mag het. Ja.